Ik vind het wel spannend. Ik vind het wel spannend. Ja. Zal ik jou aan kijken of moet ik... Ja, ja, mij. Alleen maar mij. Vooral niet in de camera kijken. Oké. Okay. Ik wilde altijd kinderarts worden. Zoals iedereen bij geneeskunde. En toen kwam ik erachter tijdens mijn co-schappen dat ouderen en kinderen heel veel overeenkomsten hebben. Het is heel complexe zorg. Je hebt veel te maken met mantelzorgers. En eigenlijk zijn ouderen stiekem ook nog gewoon heel veel leuker. Aanvankelijk wilde ik huisarts worden. En toen ik dit vak ben gaan doen als artsassistent, kwam ik erachter dat ik heel veel tijd had voor de patiënten. En dat ik dat later in mijn verdere carrière wel heel graag zou willen blijven hebben. Tijd voor de patiënten. En daarom ben ik dit vak gaan doen. Ik had altijd al in de studie wel een beetje de voorkeur voor verpleeghuis. Ik heb altijd als bijbaantje als een verpleeghulp op de PG-afdeling gewerkt. En dat, daar is een beetje de passie ontstaan voor deze doelgroep. Het is een jong vak. Dat vind ik ontzettend leuk. Het is nog niet helemaal uitontwikkeld. Dat zeg ik. Het staat volop in ontwikkeling. Dat vind ik ook heel leuk om daaraan deel te kunnen nemen. Leuk dat je multidisciplinair aan het werk bent. Dus je bent niet alleen maar met artsen of wat dan ook aan het werk. Nee, je hebt met verpleegkundigen te maken, met verzorgenden in alle rangen en standen. Met fysiotherapeuten, met ergotherapeuten. En dat je met mensen werkt die niet maar één probleem hebben. Dat is heel complex. En jij bent de arts die eigenlijk voor alles moet zorgen en alles moet in goede banen moet leiden. En dat je mensen wat langer vervolgt, dat vind ik met name leuk. Dat je breder kijkt dan alleen het medische stuk, maar ook naar het systeem eromheen. Ja, precies, ze mankeren altijd iets en ook nog heel uiteenlopend. Het is soms ingewikkeld omdat je heel weinig mogelijkheden hebt. Dat maakt het ook wel leuk, maar dat maakt het ook soms heel erg spannend omdat je met heel weinig middelen moet bepalen wat de patiënt heeft. Dat je kijkt waar iemands kwaliteit van leven ligt, dat vind ik nu het allerleukste. En daarbij, het is een ontzettend flexibel vak. Waar je ook wil gaan werken, wil je in een verpleeghuis werken, wil je juist bij mensen thuiskomen, wil je focussen meer op psychiatrie of meer op somatiek, het kan allemaal. Je wilt mensen als geheel zien in zijn hele systeem. En daarin meedenken en er echt voor een patiënt zijn en niet voor een onderdeel van. Waarom iedereen dit moet gaan doen is omdat het heel erg divers is. Je ziet allerlei ziektebeelden, je moet heel veel zelf oplossen. Kies voor dit vak wanneer je op zoek bent naar een brede uitdagende patiëntenpopulatie. Heel goed met mensen om kunnen gaan. Als je dat niet kan, dan moet je wat anders doen. Dat het een leuk dynamisch vak is waarbij je te maken hebt met meerdere specialismen eigenlijk. Het is een beetje huisarts, een beetje revalidatie, interne neurologie, het zit er allemaal doorheen. Dus voor iedereen die een vak wil doen waarbij de patiënt centraal staat, waarbij je veel tijd hebt voor je patiënten. Waarbij je buiten de kaders durft te denken, waarbij je patiënten vaak niet in een protocol passen. Waarbij er dus wel veel van je wordt gevraagd, maar waarbij je ook heel veel kunt geven. En waarbij je echt iets toevoegt voor die patiënt en er echt een band mee kunt opbouwen. Dat is wat ik mee wil geven. Ja. Over het algemeen genomen is gewoon iedereen die aan deze opleiding, die deze opleiding doet en die er ook in verder gaat, en mensen die gewoon communicatief heel sterk zijn. Wat ik een heel erg positief punt van de opleiding vind, is eigenlijk dat het wel heel gezellig is met elkaar. Het is een leuke groep. Leuke groep mensen waarmee je samen kan werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is een hele betrokken opleiding. Er wordt heel erg stilgestaan met hoe jij je werk ervaart, hoe je met dingen omgaat, wat vind je moeilijk. Ik vind eigenlijk onze groep, iedereen is super gemotiveerd en zit een beetje op dezelfde golflengte. Dus dat maakt het gewoon heel erg leuk. Er wordt veel aandacht besteed ook hoe jij als arts in je werk staat, hoe je als mens als arts werkt. Maar wat doet het nou met je dat mensen, wat ik net al zei, niet meer beter worden, maar doodgaan en dat jij ze niet nog langer kan laten leven? Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je terug op je eigen handelen? Wat is ethisch verantwoord? Ook juridisch heb je natuurlijk loop je tegen veel zaken aan. Het is wat breder dan alleen maar vakkennis. Het is
het vormt je echt als arts, als specialist. En dat vind ik heel prettig aan deze opleiding. Ja, zeker weten. Nou, dat is ook echt een ontzettend groot voordeel van het vak. Je kan dit ontzettend goed combineren met een normaal sociaal leven. En dat is ontzettend belangrijk. Ja. Ja, het is toch wel vrij veel 9 tot 5 werk. En die diensten komen erbij, maar dat is natuurlijk bijna met elk vak in de geneeskunde zo. En mijn time management is niet zo'n probleem, dus ik ga om 5:30, 6 naar huis. Ja. Ja, de eerste lijn meer opzoeken. Dus meer als specialist oudergeneeskunde de eerste lijn in naar de huisarts toe. Samenwerken met de huisarts, samenwerken met het ziekenhuis eventueel. Maar echt, ja, echt die kant op. Ik denk dat dat een mooi iets is om te doen. Dicht bij de mensen en dicht bij de collega's. Ja, de vergrijzing neemt toe. Er is een gillend tekort aan specialist oudergeneeskunde. We zijn hard nodig. En dat wordt in de toekomst niet anders de komende tijd. Dus het is een ideaal vak voor mensen die die zeker willen zijn van een baan in de toekomst. En dat kan je van andere specialismen gewoon simpelweg niet zeggen. Echt niet leuke dingen aan het vak? Nou, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vind het gewoon eigenlijk een heel leuk vak.